Yo mensen, ik ben DPNL met een nieuwe video en vandaag ben ik hier met een heerlijk nieuw smikkel video. Zoals jullie in de vorige video hebben gezien, pecht ik niemand meer dan de licht. Ik kreeg wel comments van hoe kan je niet zo blij met hem zijn, want hij is echt fucking goed. Ja, hij is vast wel goed, dat gaan we vast wel uitproberen. Maar ik heb nog een ziek goede pecht in het Team of the Season van het Portugal, namelijk deze vent, Bruno Fernandes. En daarom kunnen we hem perfect inleveren voor de Serie A Team of the Season. 94 rated, helemaal perfect. We krijgen hier een Serie A Team of the Season, die gaan we gebruiken samen met de licht. En ik heb nog een Team of the Season die ik zeker ga gebruiken. Werelds. Maar laten we maar eerst dit pakje gaan openen. Ga ik daarna wel laten weten wat ik allemaal van plan ben in mijn leven. Doe zeker op deze video een duimpje omhoog. Blijf deze like helemaal top zijn. Abonneer op mijn kanaal. Niet beneden. Druk op dat belletje. Als je team belletje. Join het. Laten we maar openen. Serie A topspeler. Ik heb het nog gelijk gedaan. Oh, ik heb nog wat eyes om naar te kijken. Oh, fijn. Oh, sniper. Wat goed. Gast, er zijn zoveel goeie. Maar geef me alsjeblieft Ronaldo. Het maakt me niet uit. Ik wil gewoon Ronaldo. Geef me Ronaldo. Geef mij niet een keeper. Geef me alsjeblieft niet een keeper. Geef me alsjeblieft wat goeds. Kom op. Geef me wat goeds. Geef me die Portugese vlag. Geef me die Portugese vlag. Kom op. Ah, nee. 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 Nee, nee, nee. Oh, de slechtste. Nee. Ik haat mijn leven gewoon. Dit meen je niet. Lazari. Jezus, 3 star skills ook. 27k. Daar heb ik een 94 voor ingeleverd. Jezus, criminelen, wat slecht. Ik haat het. Wat we gaan doen, we gaan vandaag een potje spelen met dit fantastische team. Met op goal Jurjes. Op rechtsback. Oh, Setutu. Ja, ik weet niet. Ik vind hem gewoon echt een legend. Als je, if you watch this video, send me a shirt signed. En dan hebben we Van Dijk. Hebben we De Ligt. De team dat die ik gepakt heb, fantastisch. Hebben we Van Aanholt. Wijnaldum en Werelds. De Roon. Fantastische speler. Niet helemaal waar. Een beetje. El Kayati. Adekanje. Bobby Adekanje. Veel met nummer 69. Speelde hij bij Liverpool. Robin van Persie. 98 shooting. Kon niet laten liggen. En Steven Bergwijn. Ik heb al 2 potjes gespeeld met die Bergwijn. Ik vond het nu zo niet zo goed. Maar misschien gaat er nu verandering komen. Oh, kut. Ik ben hem vergeten. De bank heb ik de broer van El Kayati. Van what the fuck. Hoe erg lijken die op elkaar? Het is echt niet normaal. Vermeer. Kramer. Ik ben echt tantoe leuk. Robben, Huntelaar, Van Dijk en Seedorf. Maar ik ben nu helemaal vergeten mijn Lazari op de bank te zetten. Jezus, wat slecht. Ik schaam me echt kapot. Mensen, wat ik ga doen. Ik ga dus Weekend League spelen binnenkort. Ja, je gelooft het niet, maar ik ga het echt doen. Wat zin er voor ons? Heb ik nou weer pakketjes? Nou, leuk. Weer 3 kutpacks. Maar maakt niet uit. Ik ga binnenkort het Weekend League doen. Aangezien binnenkort het hele Team Season in packs komt. Wil je nou het Team Season in packs? Omdat kan gaan naar ikwiltegoed.nl. Koop je te goed punten. Ben je op zoek naar FIFA 20 om te kopen? Koop dan vooral je te goed kaart op ikwiltegoed. En koop het dan in je PlayStation Store. Lekker je FIFA 20. Als je dan via FIFA 19 koopt, krijg je 10% korting. Dus als je dan bijvoorbeeld FIFA wil kopen, Ultimate Edition, die kost dan in plaats van 90, kost die maar 81 euro. Ik ga dus een spelen in de Division Rivals, Divisie 1. Elke keer als ik verlies, mogen jullie een comment achterlaten. En de speler die je zegt in die comment, zeg voor ik verlies en je zegt nou Koen, ik wil dat jij Icon Cruyff gebruikt in de Weekend League. En dan wordt de top comment, dan gebruik ik die in mijn Weekend League team waarmee ik die Weekend League ga spelen voor het allerbeste team te zien wat bestaat. Is dat leuk? Echt tantoe leuk. Wat een fantastisch idee. Mensen, ik heb het leuk. 12 maanden PSN, vul me in. Oké, okay, let's go. Daar gaan we dan. Gaan we lekker winnen. Oké, dus meteen onze team. Oeh, wel een aardig teampje. Maar maakt niet uit. Ik heb OC Tutu en Bobby Adekanje. Echt, ik vind dat oprecht de beste voetbalnaam die bestaat. OC Tutu. Ik hoop echt dat hij het gewoon haalt. Gewoon puur voor zijn naam. Oké, let's go. Let's do this. Balletje door op Adekanje. Adekanje, doe het, jongen. Oh, zit voor langs. Oh, Adekanje. Adekanje, mocht je deze video nog kijken, Bobby. Hit me up in de DM's. En dan krijg ik een shirt van je. En die geef ik weg aan mijn fans. En dan houdt iedereen van je. Zo werkt het in YouTube. Oh, OC Tutu zit ernaast. Maar ja, we hebben Virgil. Oh, Virgil zit er helemaal na. Hey. OC, waar ben je? OC Tutu, man. Ja, oké, dat is echt zo slecht. Oh. Ik wil wel eindelijk een speler van ADO. Dus ADO fans, laat je horen. Ik zeg, die rechterkant van mij is niet heel sterk. Ah, lekker OC Tutu. Ja, die pakt hem gewoon af daar, hè. OC'tje. Of Tutu'tje. Ik heb net gegeten, maar nu heb ik echt wel zin in een Tutu'tje. Poeh. Kom, Robin. Hij pakt zijn verdedigers niet eens. Oh, schiet! Nee! Hoe kan het er nou niet in? Jezus, Wijnaldum. Balletje diep op Bergwijn. Gaan, jongen. Gaan. Oh, vol in zijn gezicht. Wat ik dus ga doen, ik ga wel weer gewoon veel video's uploaden. Zoals ik altijd doe. Niet altijd, wel vaak. En wat ik dan doe, is dus dat ik een soort van challenge maak. En uiteindelijk hebben jullie bijna mijn hele team besloten, denk ik. Wat ik dus ga gebruiken in de Weekend League. Ah, ik word helemaal gek. Het is iemand die gebruikt gewoon zijn hele verdedigers niet. Hé, scheidsie! Ja, dan gaat Van Persie achter die bal staan, heb ik genomen. Of elke Jatti trouwens. Ja, daar moeten we voor gaan. Kom op, jongen. Oh, wat aardig. Wat slecht. Jezus, slechte corner. Oh, Adekanje die aanname. Wat triest. Ik heb eens gehoord dat Adekanje naar Lazio gaat. Dus veel succes, Bobby, bij Lazio. Oh, ja. Nee, kom op. Ah, buitenspel. Waarom heb ik ook het Frankrijk shirt ingesteld? Ik haat Frankrijk. Nou, is niet waar. Ik vind het alleen jammer dat ze zichzelf zo goed voelen. En nou geen Engels leren. De kuttaal. De kutbrie. Lekker Jurjes, lekker jongen. Als ik denk wel even Bobby eruit halen. OC blijft er natuurlijk in staan. Maar ik heb natuurlijk nog die Lazaro op de bank. Die kan het wel even laten zien. Ah, nee. Niet nu. Goed. Nee. Kut. Nee. Weg met die bal. Ik zeg weg met die bal. En dan schiet hij maar alsnog bijna in. Want dit spel is leuk. Van Persie. Ah!
Oh, weer het gezicht. Het was Hens trouwens. Jammer, want ik kan deze pot echt winnen hoor. Ik voel het. Sorry Adekanje, je hebt het goed gedaan. Je bent voor mij echt links, hè? Ja, hij is links. Oh, 2-star Weakfoot. Ja, oh, vandaar. Maar Lazari, jij gaat dat doen, jongen, voor mij. I'm waking up, I feel it in my bones. Nee, dit is geen penalty. Nee, hou je bek. Ik geef gewoon een schouder, dude. Dit slaat echt nergens op. Die link is gewoon te sterk. Je lid is gewoon te sterk. Je gaat rechts, hè. Je gaat rechts, hè. Kloten. Ah, het is onterecht, man. Ik doe niet eens iets. Jij geeft gewoon een schouderduw. Van Persie. Het is heel slecht. Het ding is, die van Persie kan echt fucking goed schieten. Maar ja, dan moet je dus wel met hem kunnen schieten. Nee, nee. Ja, lekker. Oh! Osetutu van de lijn! Osetutu! Ongekend! What the fuck! Als ik deze wedstrijd nu win, is het allemaal te danken aan Osetutu. Maar deze faggot doet alleen maar la croquette facts. Ah, jongens, ik word helemaal gek van dat die vent niet loopt in zijn verdediging. Dat deed ik ook, maar echt 5 jaar geleden. Boom! Van Persie, let's go. 2-1. Lekker. Kom op, dit is wat ik bedoel. Als iemand die schotkans krijgt, want dan schiet die ballen binnen met zijn 98. Dat is niet normaal. Maar ik sta 2-1 nu, dus alles kan weer. Ah, oh, nee, 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 nee. Nee, voor! Ah, kut. Oeh, het ziet er niet goed uit. Dat was mijn knie. Dat was mijn knie. Nee, dat is niet waar. Onterecht, man. Hij heeft rood? Hij heeft rood? Huh? Wie heeft er rood? Pogba, met zijn tweede geel. Lol, wist ik niet eens. Wel helemaal triest dat ik dan al achter staat dat hij rood heeft. Kom, Lazari. Lazari. Boom. Ah, van Persie. Hij is gewoon oprecht tijd aan het rekken. Tijd aan het rekken tegen een team met Osetutu. Lekker. De licht. Sterk. Kop gaan, gaan, gaan. Nee, die Bergen is slecht. Boom, van Persie. Ah, over. Corner. Ah, vandaar. Buitenspel. Dit is buitenspel. Niet? Oké. Dan spelen we. Wat doet... Moet je even kijken wat mijn linksback doet. Hé, wat doet hij? Hij slaat echt helemaal neer. Ik word hier gewoon boos van, maar tegelijkertijd ook moeilijk. Dit spel is echt slecht gewoon. Wat doet hij? Van Persie. Hij ligt hiernaast. Deze man speelt ook gewoon echt ultra, ultra defensive. Dat is echt triest. Echt een wanker speel ik tegen, jongen. Boom. 4-2. Kom op. Wat kan nog? Nee, dat is niet waar, hè. Dat kan niet meer. Kom, OC. OC, Tutu. Hij loopt gewoon weer helemaal weg bij mijn spelers. Er loopt weer niemand mee. Hey Siri. Wat is 030? Oké. Dit heb ik op het web gevonden voor 030. Van welke stad is net nummer 030? Oké. Koen. Dit heb ik gevonden. Net nummer 030. Oké. Koen. 030. Dit heb ik gevonden. Geef hij me een plek. 030. Welk net nummer is 030? Wat wil je omrekenen? Oh joh, je bent koulo dom. Wat wil je omrekenen? Oh, je geeft me hoofdpijn. Wat wil je omrekenen? Je moeder. Die snap ik niet. Oh. 16 punten eraf. Klotezooi. Ik zit nog steeds niet in... heb ik me al gekwalificeerd voor die Weekend League of niet? Nee, hè? Waarschijnlijk niet, hè? Oké, ik ga nu winnen. Ik ga niet... Het gaat me gewoon niet gebeuren dat jullie 2 teams mogen kiezen van mij. 2 teams? 2 spelers. Oké, let's go. Mijn 2e tegenstander. How is this team looking? Oh ja, tering. Goed weer. Ga eraan. Oké, nee, ik ga er niet aan. Ik ga winnen. Kom op, Koen. Je kunt het. Kom op, jongen. Dit is kut. Dit vind ik kut, hoor, dit. Oké, hij gaat er niet in. Oké, ah, gaat deze erin. Ah, ook niet. Wauw. Ik moet de volgende keer toch met een iets beter team voor de dag komen. Wil ik nog een paar... Jezus, wie is dit, man? Oh, Julius. Hij zit gewoon naast. Oké, het is tijd om een verdediger te gaan spelen, mensen. Want dit gaat helemaal niks worden. Pak hem. Oh, ik zit er weer helemaal naast. Oh, goed. Wat gebeurt hier? Wat is hier aan de hand? Buitenspel, buitenspel. Buitenspel! Julius Legend! En wie de fuck is die Silva? Die is... Oh mijn god. Hé, ik sta zo zwaar onder vuur. Zo zwaar heb ik echt nog nooit onder vuur gelegen. Ik heb weinig vertrouwen in een goede afloop van deze wedstrijd, moet ik zeggen. Tief op dit. Wie scoorde nou? Die Bernardo Silva, die is snel. En leuk. Die Bernardo Silva is echt fucking goed. Er staat echt nergens op. Oeh. Goed, balletje op Osetutu. Zet het toe naar het midden. En een kutbal. Het is echt triest gewoon. Ja, gaat hij hem doorgeven of niet? Ja, waarschijnlijk wel. Maar... Zit hij wel gewoon zelf binnen? Ah, oh, weer de paal. Ik denk dat hij oprecht al 3 of 4 keer de paal vraagt deze pot. Dat is op zich ook wel knap. Oké, okay, Adekanje moet eruit en Lazari moet erin. Ja, dat gaat hem doen, hè? Sorry, Adekanje, maar het gaat nog wel niet worden, deze pot. Nee, is hij... Douwt hij nou gewoon weer omver? Nee, het is echt niet te geloven. Dit spel is echt niet te geloven. Nou, ga je schieten. Door het midden, wanker. Nee. Keihard rechts. Ik ga gewoon 2 potten verliezen. Hoe kan dit nou weer? Van Persie. Oh. Die Lazari is ook echt dan toe slecht. Boom. Oh, Van Persie, jongen. Keihard weer. Maar ja, Lazari goed. Goed. Moet hangen. Als je kopt hem over. Hij kopt hem gewoon over. Bergwijn kopt hem over. Hoe kop je dit over? Boom. Bergwijn. Lekker. Kom op. Het kan nog. Kom op. Drone. Ja. 2-2. Wijnaldum. We zijn OC2-2. Nee, Wijnaldum. Jammer. Oh, Van Persie. Boom. Paal. Ik zie de paal.
Nee. Dit spel is echt verrot. Oeh, lekker. Straks weer even mijn hoofd kapot staan tegen een baksteen. Mensen, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik baal oprecht dat ik deze niet gewonnen heb. Ik hoop dat jullie deze video wel leuk vonden. Vond je deze video leuk? Zeg een duimpje omhoog. Laat een comment achter welke speler ik moet kopen. En like de spelers die jij denkt dat het leuk is. Like ook deze video. Wil je meer van zien? Dat kan. Ik zie je video. Wil je abonneren? Kan ook. Klik op dit rondje. En abonneer op mijn kanaal. Dan zie ik jullie later bij de volgende video. Ik zeg voor jou allemaal heel veel volgende keer. Ik zeg doei. Later.